het thema Take Action Nosribi heeft de Prostaatkankerstichting Suriname, PIKKS, gisteravond een informatiesessie gehouden. De activiteit vond plaats in de buitensociëteit Het Park. De organisatie probeert via soortgelijke bijeenkomsten informatie over prostaatkanker te delen met de gemeenschap. Prostaatkanker komt alleen voor bij mannen en begint in de prostaat. Onder andere het vaker moeten plassen in de avonduren en het onvermogen om de urine lang op te houden zijn symptomen van deze chronische ziekte. Robbie Granoogst, commissaris in het bestuur van de PIKKS, stelt dat prostaatkankerpatiënten een goede band moeten onderhouden met hun arts. Ook het contact met hun naaste omgeving is volgens Granoogst heel belangrijk. Je omgeving, dat zei je, is verschrikkelijk belangrijk. En in deze mannen, je vrouw, slijt vrouw niet over. Ik ken gevallen bij het roeren van mannen, je komt niet meer op, je wordt zoeken elders. Ja, toch? Bij de vrouw is het. Een borst wordt weggehaald, zo in paarden eruit kan kunnen. Hoe kan ik kinderen? Ah, maar ik weet het wel. En dat is niet goed, dat is niet juist. Ja? Praten. Die moet ik maar pakken, leuk. Hij heeft maar via naar voren geschreven. Ik ga niet zeggen, ik heb dat alleen nooit gebruikt. Chas Warning, voorzitter van de PIKKS, benadrukt dat er een goede informatieuitwisseling moet zijn tussen patiënt en arts. Vooral de patiënt moet volgens Warning heel assertief zijn. Hoe assertief ben je als patiënt? Ik ben nog nooit op internet geweest om te kijken wat prostaatkanker inhoudt. Ik ben nog nooit op internet geweest wat zijn de effecten. Ik hou me er niet mee bezig. Robbie zei van het gaat geen dag voorbij en je denkt eraan, hè? Wat hij niet eerlijk niet hoor. Ik zei, als ik bij die uroloog van me zit, dan pas praat ik over prostaatkanker. Waar ik over mee bezig ben, is van hoe mijn dag eruit gaat zien. Ik weet dat ik geen planning moet maken voor 40 jaar, maar ik maak gewoon mijn dagelijkse planning. En ik zeg, de medici, Rob heeft het ook gezegd, de westerse geneeskunde, laten we dat zo zeggen, ja, die heeft op dit moment zoveel medicatie ontwikkeld, ik maak me geen zorgen. Wat ik wel weet, dat sommige medicaties heel duur zijn. Tot zover Chas Warning, voorzitter van de Prostaatkankerstichting Suriname. Deze organisatie heeft gisteren tijdens een informatiesessie het publiek ingelicht over ontwikkelingen rond prostaatkanker.